nette hoekhuis op de kruising van de Amsterdamse Vondelstraat en de Constantijn-Huygensstraat heeft nationale bekendheid gekregen. Na een vergeefse poging van de politie om het gekraakte pand te ontruimen, waarbij veel agenten gewond waren geraakt, hadden de krakers op alle toegangswegen naar het huis barricades opgeworpen om een nieuwe ontruimingsactie te verhinderen. En terwijl het Amsterdamse gemeentebestuur en vertegenwoordigers van justitie en politie in beraad gingen over de vraag wat er moest gaan gebeuren, namen de krakers de kans waar om de barricades verder op te hogen en te versterken. Ze kregen daarbij ongevraagd de assistentie van honderden jongelui die van harte meehielpen. Straatstenen, tegels, hekken en voorts een aantal bouwketen van publieke werken werden gebruikt als materiaal voor de versterkingen die verkeer in de buurt volkomen onmogelijk maakten. Ook in de avonduren en 's nachts werd het werk voortgezet zonder dat daar van de zijde van de gemeentelijke overheid tegen werd opgetreden. Het bleek dat de woede van de krakers zich vooral richtte op de mobiele eenheid en de burgemeester. In de nacht van zaterdag op zondag ontstond, vermoedelijk als gevolg van opzet, brand in een naburig kantoorgebouw. Toen de krakers het vuur niet konden blussen, lieten ze de brandweer toe in het afgesloten gebied en die slaagde er wel in. Op de weekendmiddagen stroomden duizenden nieuwsgierigen naar het gekraakte pand. Maar niet iedereen bleek prijs te stellen op deze grote belangstelling. Na 3 dagen van chaos liet de burgemeester tenslotte vroeg in de maandagmorgen ingrijpen. Zware tanks sloegen in korte tijd bressen in de barricades, waarvan er 1 door de krakers en hun aanhang in brand was gestoken. Achter de tanks volgden honderden manschappen van de mobiele eenheid en van marechaussee en rijkspolitie. Er waren jongelui die op een van de tanks meereden en daarmee hun leven in de waagschaal stelden. Toen alle kruispunten door tanks, politie en militairen waren afgeschermd, was de weg vrij voor het zware materieel van stadsreiniging en publieke werken, waarmee de rommel kon worden opgeruimd. Het werd duidelijk dat er veel schade was veroorzaakt en dat heel wat eigendommen van buurtbewoners rechtstreeks naar de schroothoop konden. Een vroege postbode kwam een telegram brengen aan de krakers die de aandacht willen vestigen op de nog altijd barre woningnood in de hoofdstad, maar wier actie door toedoen van oproerkraaiers en rellenschoppers in diskrediet is gebracht. De belangstelling voor de zomer openluchtvoorstellingen in het Amsterdamse Vondelpark varieert nogal. Maar als de Amerikaan Django Edwards er met zijn groep optreedt, dan is het er altijd vol. Hij stond aan de basis van het Festival of Fools en iedereen weet dat je van hem wat geks kunt verwachten. Ditmaal nam hij afscheid van bestaande moderne dansen ten faveur van een geheel nieuwe. The pie crust is a brand new dance. You can forget about all the others. The funky chicken, the mashed potatoes, the twist, the pogo, the John Revolta. Because brothers and sisters, this is the newest dance craze. Edwards' propaganda voor deze dans sloeg onmiddellijk aan. And I know you can all do it. Falling in love again. Never wanted to walk. Django's vriendin Cindy Marler viel op door een goede imitatie van Marlene Dietrich's wereldberoemde liefdesballade. Edwards heeft het optreden van sommige Beethoven-dirigenten goed bestudeerd. Daaruit ontstond deze vernietigende parodie die bij het publiek bijzonder aanslaat. Overigens heeft Django Edwards ook zo zijn eigen opvattingen over de presentatie van moderne muziek.
Tijdens dit nummer met de titel Let's Ball kreeg het publiek van Edwards en zijn gezelschap nu en dan geen bal te zien. Maar dat gaf juist een extra dimensie aan dit optreden. Ruim 50.000 mensen wonen er nu in de Bijlmer, de satellietstad van Amsterdam, die door het gereed komen van het laatste stuk van de metro Oostlijn nu een rechtstreekse verbinding heeft met het Centraal Station. Ongeveer 13 kilometer van het totale metronet loopt bovengronds. In de treinstellen mogen op speciaal daarvoor gereserveerde balkons fietsen worden meegenomen. Even voorbij het Amstelstation duiken de treinen de tunnelbuis in. En via de stations Wieboudstraat, Weesperplein en Waterloopplein bereiken ze dan het station Nieuwmarkt, waar op de tunnelwanden als kunstwerk gebroken spiegels zijn aangebracht. Een aantal andere kunstenaars heeft het station voorzien van wat al genoemd wordt anti-metrokunst. Onder meer met behulp van grote fotopanelen wordt herinnerd aan het verzet tegen de metro. Verzet tegen de afbraak van huizen, dat tussen eind 1974 en april 1975 tot ware veldslagen leidde van bewoners en sympathisanten met de mobiele eenheden. Het heeft de sloop van de huizen niet kunnen verhinderen. Het tracé, dat door de Amsterdamse gemeenteraad was goedgekeurd, liep dwars door de Nieuwmarktbuurt heen. En de grote bocht was nodig om parallel aan het Centraal Station te kunnen eindigen. Maar dat betekende dat langs de lijn die de camera nu volgt, een aantal huizen tegen de vlakte moest om hier de metrobuizen te kunnen leggen. Zoals bekend heeft het verzet geen resultaat gehad. De buizen zijn er toch gekomen en op de lege plekken moet de toegezegde woningbouw nog beginnen. Het station Nieuwmarkt is onder meer bereikbaar via een ingang aan de Oude Hoogstraat. Aan de afbraak die in deze oude volksbuurt heeft plaatsgevonden, herinnert op het station onder andere deze grote foto. Na de openingsdag, die overigens niet zonder rellen verliep, heeft het publiek in grote getale kennis gemaakt met de metro. En op de nieuwe 15 strippenkaart kon men voor rond een gulden heen en terug. Goedendag. Een van de opvallendste en meest symbolische versieringen in het station is de boven de tunnelbuis aangebrachte slopersbal. De rit van de Bijlmer naar het Centraal Station duurt ongeveer 20 minuten. De verwachting is dat het aantal dagelijkse passagiers dat tot dusver tussen de 50 en 60.000 schommelde, nu de Oostlijn voltooid is, in de komende jaren zal oplopen tot zo'n 90 à 100.000 per dag. Dat de spoorwegen blij zijn met het doortrekken van de lijn naar het Centraal Station is duidelijk. Wie met de trein verder moet, kan uiteraard binnenshuis blijven. En voor wie de stad in wil, zijn er op CS verschillende uitgangen. We gaan nu in 1 minuut terug naar Bijlmer Oost. Langs alle stations aan deze lijn. Nieuwmarkt. Waterloopplein. Weesperplein. Wieboudstraat. Amstelstation. Duivendrecht. Hier nemen we nu de oostelijke aftakking en komen dan op station Venserpolder. Diemen-Zuid. Verrein-Stuartweg. Ganzenhoef. Kraaiennest. En tenslotte Gasperplas. De 14e tentoonstelling van bedrijfsauto's in Amsterdam is tevens de 100ste van de vereniging De Rai. De eerste in 1895 in het Paleis voor Volksvlijt toont alleen nog maar fietsen. Want de vereniging behartigt slechts de belangen van de RI, de rijwielindustrie. De fiets wordt nog hoofdzakelijk voor sport gebruikt. En er wordt op een allesbehalve benepen manier reclame voor gemaakt. Maar zodra de auto in Nederland zijn intrede doet, wordt de RI-RAI, Vereniging voor de Rijwiel- en Auto-industrie. Toch is de massa er nog weinig gecharmeerd van. Maar het monster dat langs de weg raast, kan door niets en niemand worden tegengehouden. In 1922 betrekt de RAI een eigen gebouw en de tentoonstellingen stimuleren de verkoop.
Maar het rijden met auto's is hier en daar levensgevaarlijk. Er zijn nog andere belemmeringen. Mensen en overheden die ook dan al de auto als een melkkoe beschouwen. Maar behalve de tollen zijn er in ons land nog meer hindernissen, zoals de grote waterwegen. En de ponten worden nog te weinig door bruggen vervangen. Als na de mobilisatie van 1939 in 1940 de bezettingstijd aanbreekt, wordt benzine schaars en komt het aan op vindingrijkheid. Rallyrijder Gatsonides stookt de blokken van zijn open haard op in de houtgasgenerator die hij op zijn auto gemonteerd heeft. Anderen rijden nog een tijdje op stadsgas. Sommige taxibedrijven gebruiken flessengas. En weer een ander bouwt een kolengenerator. En dankzij paardentractie floreert de paardentaxi. Maar tenslotte is er alleen nog met de fiets. De kruising met de autopet, de fiets met de houten band, met de band van tuinslang en de fiets zonder band. Na de bevrijding herstelt de rijwielindustrie zich snel. En al gauw trekt Nederland er weer op uit. En op dit bij uitstek Nederlandse vervoermiddel voelen ook de verschillende generaties van het Koninklijk Huis zich uitstekend thuis. En dan begint de motorisering pas echt. De bromfiets komt. En de scooter. En niet te vergeten de kleine auto. Daar komt een markt voor als door de economische groei ook de smalle beurzen wat minder smal worden. Maar Amerika blijft met grote wagens komen. En er zit soms al muziek in. Al zullen die kleine grammofoonplaatjes wel niet zo lang geleefd hebben. Eindelijk komen er in ons land grote verkeerscircuits. Grote tunnels. En grote files. Files ook aan onze grenzen, want het sociaal toerisme komt op gang. De RAI, inmiddels in een nieuwe behuizing, speelt daarop in, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt, met aparte caravan tentoonstellingen. Maar die hele, door een toenemende welvaart gedragen ontwikkeling komt abrupt tot stilstand door de oliecrisis van 1973. Pomphouders geven in die dagen blijk van een groot aanpassingsvermogen. Maar het duurt niet lang en de massamotorisering gaat onverdroten verder. Fabrikanten en importeurs kunnen de auto's haast niet meer aanslepen. En ook met de verkoop van motorfietsen gaat het meer dan goed. Dat alles vraagt natuurlijk om aangepaste verkeersvoorzieningen. Maar rigoureuze oplossingen als deze komen er in Nederland te weinig en te langzaam. Wat ook nadelig is voor het vrachtverkeer, dat driekwart van het Nederlandse goederenvervoer voor zijn rekening neemt. Op de 100ste rijtentoonstelling zijn ze in grote variatie te zien. De reuzen van de weg. En ze komen uit vrijwel alle autoproducerende landen. Een primeur voor Nederland is de Globetrotter van Volvo, die pas kort geleden in Brussel ten doop is gehouden. Maar naast de giganten zijn er ook vele kleinere wagens te zien, zoals dit Volkswagenbusje en deze pick-up van Talbot. De 100ste RAI-tentoonstelling, gewijd aan de bedrijfsauto in de ruimste zin, toont opnieuw dat de RAI een begrip is geworden en tevens hoezeer zij aan de mobiliteit in Nederland heeft bijgedragen. Wat de Place du Tertre is voor bezoekers van Parijs, zijn Leidseplein en Leidsestraat voor de zomerse gasten van Amsterdam. De vierde toeristenstad van Europa, die jaarlijks zo'n 2,5 miljoen buitenlanders ontvangt. Het Leidseplein met zijn terrassen en geheel eigen sfeer biedt straatmuzikanten en artiesten onbelemmerde mogelijkheden. Thank you.
Okay, like this? Yes? Okay, up. Yep. Go. One foot up. Yep. Yep. Het unieke Amsterdamse Leidseplein en zijn omliggende straten bieden vooral in de zomer divertissement tot in de kleine uurtjes. De grachten zijn minder vies dan men wel eens denkt, doordat er namelijk elke dag gespuit wordt. Daarom was er ook geen enkele schroom om erin te springen bij de deelnemers aan de tweede Aquacross. Een tocht met hindernissen door Lijnbaansgracht en Spiegelgracht. Ja. Ruim 100 zwemmers en zwemsters, verplicht gekleed in kickfors of surfpak, bewogen zich door het donkere water in deze door de brandweer georganiseerde wedstrijd, waarvan de baten zouden toevallen aan het brandwondencentrum in Beverwijk. Bij het keerpunt waren autobanden in de gracht gelegd en daar probeerden spuitgasten van de brandweer een vlotte passage te verhinderen. Maar het ontbrak de deelnemers niet aan doorzettingsvermogen. Bij de dames legden Afra Groen en Esther Vos, ondanks de tegenwerking, het eerste deel van het traject als snelsten af. Maar na de banden moesten er nog meer verplichte hindernissen genomen worden. Op een enkele plaats moesten de deelnemers de gracht per rubberwiel zien over te steken. En dat was voor sommigen een te moeilijke opgave. Esther Vos, die Afra Groen had moeten laten gaan, kwam ook op de waterschoenen goed uit de voeten. Na de geslaagde eerste aquacross van vorig jaar, die 13.000 gulden voor het goede doel opbracht, had men ditmaal de moeilijkheden nog wat groter gemaakt. Maar de 17-jarige blonde Esther overwon ze allemaal vrij gemakkelijk en zij werd tweede bij de dames. Algemeen winnaar werd Rob Kreeft, maar die heeft dan ook zijn naam mee. Thank you.
Overrompelend, eigenlijk. Wat ik wilde zeggen, dat kwam te laat. Want de echte zit in Kampen en in Genemuiden. En aangezien wij daar wonen, geloof ik niet dat dit ze waren. Precies zoals op de tv. Ik heb gisteravond die uitzending gezien en ik ben helemaal omgeturnd eigenlijk door de manier waarop ze functioneert. En ja, ik vind het een hele mooie, moderne vrouw. Ja, en vroeger was ik niet zo koningsgezind hoor. Bedankt voor de bijdrage.